Bij Remo worden jonge schoolverlaters klaargestoomd voor een baan in de elektrotechniek of metaal. Naast jonge mensen worden ook oudere werknemers van bedrijven uit de regio hier opgeleid. Ja, wat je hier bijvoorbeeld al ziet is dat een groot aantal middelgrote bedrijven, ook familiebedrijven, met elkaar de schouders onder de goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt heeft gezet. Door ook gewoon zelf leerlingen in dienst te nemen, ze op te leiden met de meest nieuwe apparatuur. Ik denk dat dat een voorbeeld is voor heel Nederland. Het Remo hier in Rijssen is een voorbeeld voor hoe je een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kunt organiseren. Staatssecretaris Mona Keijzer kreeg te horen dat meer banen en innovatie begint bij het midden- en kleinbedrijf. Nou, een van de grootste problemen waar ze tegenaan lopen is dat het voor veel bedrijven moeilijk is om een volgende stap in de groei te zetten. Dat heeft te maken met digitalisering. Hoe zorg ik dat ik ook aantrekkelijk blijf op het internet? Maar zeker ook, hoe kom ik aan voldoende goed opgeleid personeel? Nou, en hier bij Remo laten ze zien hoe je dat doet. Hoe je de volgende generatie techneuten opleidt. We hebben uitvoerig stilgestaan van de MKB-tour die zij aan het houden is. Het midden- en kleinbedrijf, eigenlijk de kurk van de Nederlandse economie, waar ze zich voor gaat inzetten. Staat ook een beetje voor Mona Keijzer banen, hebben we vastgesteld. Ja, we hebben haar kunnen vertellen wat de MKB-vriendelijkste provincie en de MKB-vriendelijkste gemeente, wat wij in huis hebben, hoe we een aantal dingen doen. Ze was in ieder geval erg enthousiast en was erg onder de indruk van hoe wij hier een aantal dingen met het bedrijfsleven bij elkaar brengen. Ik denk dat we inderdaad wel een ambassadeur erbij hebben.